Nou, ik schrok mij van ongeluk. Ik kon op dat moment niet meer vloggen, gewoon doordat ik het feit van mijn broer heeft kanker. Daar schrik je echt heel erg van. Nou, gelukkig ben ik ook geschrokken. Nou, je bent ook geschrokken, ja. Maar, je schrok ook. Ja, vreselijk. Maar, dat maar is goed, ook... gelukkig kan ik weer lachen. Zo. Daar zitten we weer. Ja, thuis. Niet in, in Curaçao. Maar dan moet je... mooie zee. Mooie zee. Mooie zee. Jij ging weg op Curaçao. Mm-hmm. En toen kreeg ik ineens een telefoontje van jou. Ja, ik had niet zo goed goed bericht. Want ik kreeg opeens te horen dat ik prostaatkanker heb. Ja. En ja, dat is natuurlijk heel erg schrikken, want ik had nergens last van. Nou, het was verdomd schrikken, want we dachten ook dat het misschien was uitgezaaid. Dat weet je namelijk nooit op dat moment. Want nee. Het werd ook mij verteld van, ja, we weten namelijk niet precies hoe het zit. Dus we zijn nu ondertussen weer een maand of vier verder. En ik heb natuurlijk ondertussen al heel veel onderzoek achter de rug. Ik heb heel veel MRI-scans, CT-scans heb ik achter de rug. Ik zit nu halverwege mijn bestralingsperiode. Kijk. Tenminste, bijna halverwege. Het is dus niet uitgezaaid? Dat als het uitgezaaid zou zijn, dan zou ze niet bestralen. Nee, precies. Daarnaast heb ik dus besloten om bestraling te kiezen. Want als ik zou kiezen voor een operatie, dan had ik een probleem dat ik misschien incontinent zou worden. Dat wil ik natuurlijk niet. Het is niet zomaar wat. Nee. Wat je te horen krijgt. Maar ja, ik had ook, zoals ik al zei, nergens last van. Dus ik begreep ook helemaal niet dat ik ziek kon zijn. Want ik ben in principe, ik eet heel gezond. Je blijft leven, hoop ik. Nou, zolang als ik leef. Ik bedoel, kan je niet missen. Zolang jij leeft. Ik kan je niet missen. Ja, je weet het nooit. Maar ik zou zeggen, proost op het leven.